Suhaib Driouche, welkom bij Excelsior Rotterdam. Yes, dankjewel. Wat is je eerste indruk van de club? Het is een hele mooie club. Een goed team staat er op het veld. Een warme club. Waarom heb je de keuze gemaakt om naar Excelsior te komen? Ik wil me graag ontwikkelen. En ik denk dat ik bij Excelsior mezelf goed kan ontwikkelen. Er staat een goed team. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Volendam zat je al op de tribune om je nieuwe ploeg te bekijken. Wat was je indruk toen? Mijn indruk was heel goed. We speelden volgens mij 1-1 tegen Volendam. Het was een goede wedstrijd. Je zag dat het is een jonge ploeg is, maar ze hebben gewoon heel veel talent. En ik denk wel dat ik me goed kan vinden in de ploeg. Ja, dat is ook de reden waarom je gekozen hebt om voor 3 jaar bij Excelsior te tekenen, om jezelf gewoon verder te ontwikkelen. Ja, precies. Ja, dat is, ik denk dat Excelsior daar de goede club voor is en het voelt fijn om hier te zijn. Ja, want je bent in 2016 bij Heerenveen terechtgekomen. Hoe is dat toen gegaan? Ja, ik speelde bij Stormvogels. Dat is een amateurclub in IJmuiden, waar ik ook vandaan kom. Toen was ik bij de regionale KNVB-teams 2 jaar lang. En toen kwam Heerenveen, het tweede jaar kwamen ze toevallig een wedstrijd kijken. En toen eigenlijk na 1 wedstrijd mocht ik bij Heerenveen blijven. Ja, wat voor soort opleiding heb je toen doorlopen bij Heerenveen? Ging dat heel snel allemaal? Ik begon bij de onder 17, had ik 2 jaar gespeeld. Toen de onder 19, toen ineens bij het eerste. Ik heb eigenlijk wel gewoon het hele traject doorstaan. Ja, bij het eerste elftal stond ineens je naam op het opstellingsformulier toen ze tegen Willem II speelden. Ja, klopt. Ja, dat klopt. En wat denk je dan op zo'n moment? Was je gespannen? Ja, ik was wel gespannen, maar het was gewoon een heel fijn gevoel. Alles wat je 5, 4 jaar voor hebt gewerkt, dat kun je dan laten zien, zeg maar. Dus dat was wel een heel fijn gevoel. Ja, op dat moment zaten er 4000 toeschouwers op de tribune. Ja, zoiets. Ongeveer. Dat lijkt me ook wel bijzonder om dan ineens voor zoveel mensen te spelen. Ja, klopt. Het publiek was heel goed, zeg maar. Ze steunden me. Dus dat was allemaal in mijn voordeel. En gelukkig hadden we die wedstrijd ook gewonnen. Dus dat was ook fijn. Ja. En nu wil je die volgende stap gaan zetten bij Excelsior? Gewoon minuten gaan maken en jezelf laten zien? Ja, klopt. Ik denk dat ik hier goed kan ontwikkelen. Een goed team, wat ik net ook heb gezegd. Een goed team waar ik goed kan ontwikkelen. En ik hoop dat ik hier de volgende stap kan maken. Ja, want wat voor speler? Hoe zou jij jezelf omschrijven als voetballer? Ik ben aanvaller natuurlijk, een vleugelaanvaller. In de omschakeling ben ik gevaarlijk, denk ik. In de 1-tegen-1 ben ik wel goed, denk ik. Ik kan assist geven, ik kan goals maken. Dat zijn wel mijn sterke punten. En ik ben een teamplayer. Ik doe alles voor het team. Wat zijn je doelstellingen persoonlijk als je kijkt naar de komende 3 seizoenen waar je bij Excelsior zal spelen? Mijn persoonlijke doelstellingen, dat is zoveel mogelijk minuten maken. Goed ontwikkelen, beter worden en hopelijk een volgende stap kunnen maken. Dat zou mooi zijn. Maar ik hoop ook dat we gewoon met het team het goed doen. Dat is ook belangrijk. Ja, vandaag ben je medisch gekeurd, handtekening gezet onder het contract. Ben je aanstaande vrijdag al inzetbaar wat jou betreft? Wat mij betreft wel. Ik ben er klaar voor, ik ben fit, ik voel me goed. Dus wat mij betreft ben ik er ready voor.